Het leek erop dat de 9e editie van de Reps 24 Kika onder zware omstandigheden zou worden verreden. Terwijl de teams zich inschrijven bij organisator Rick Nijkamp, de rijdersbriefing plaatsvindt en de laatste bescherming wordt omgedaan, gaan we van start voor 24 uur skileren. Kom op, hè! Op het nieuwe parcours in Utrecht, met daarin een heuse berg, werd er vanaf het begin gekoerst, zoals dat zo mooi heet. Iedereen zette haar of zijn beste beentje voor. 50 teams hadden zich voor deze editie ingeschreven en die lieten zich niet onbetuigd. Naast alle onbekende helden was ook marathontopper Mireille Reitsma aanwezig. Waarom? Voor het goede doel, hè? Daar hoort zeker een beer bij, want dan vindt mijn dochter heel leuk als ik daarmee thuis kom. Is dat ook een beetje symbool voor Kika, een beer? Nou, ik vind symbool voor Kika zeker inzetten voor een ander en ik ben een gezond iemand en ik vind dit zo ontzettend leuk initiatief. Als wij daaraan kunnen bijdragen, dan doen wij daar graag aan mee. Je bleef maar rondrijden, hè? Ja, er stond niemand om over te nemen. Ik dacht, nou, ga gewoon door, maakt mij niks uit. De lange nacht werd door de rijders aangevallen. En als dan het vuur moet plaatsmaken voor de zon, komen er ook de zeer enthousiaste verhalen. Super tof evenement, super tof dat ik dit mag doen. Ik heb net mijn PR verbroken. Ik ben over de 55 kilometer heen gegaan. Ik zit nu ergens hoog 60. Ik word gesponsord per kilometer, dus elke kilometer die ik rij is helemaal top. Gaat allemaal naar Kika toe. Een bijzondere man is ook Klaas Bil. Nee, geen skileraar. Maar hij reed op zijn eenwieler meer dan 300 kilometer in de 24 uur. Natuurlijk is er ook tijd voor drinken, eten. Maar dan is het bijna 2:30, 1 september 2012. En maken alle rijders zich op voor hun ultieme laatste ronde. Een heldenontvangst. Want helden zijn het, met elkaar. Meer dan 58.000 euro bij elkaar geskielerd voor Kika. Een resultaat waar je trots op mag zijn.